we zijn net klaar met trainen. We hebben vandaag bovenlichaam getraind. We zijn begonnen met chest, rug, schouders, bicep en tricep. We zijn kapot. We waren van plan om 's avonds te gaan trainen, want Raoul kon overdag niet. Zijn zoontje was jarig. Nog gefeliciteerd, bro. Thanks, man. Vele jaren, liefde, man. Normaliter beginnen we eerst met een filmpje voordat we gaan trainen, maar dat kon even niet, want buiten is het donker. Maar dit is de start van het filmpje. Geniet ervan, want dit is een intense workout. Raoul is kapot. Hij gaat straks eten, hij gaat naar huis en hij gaat pitten. That's it. Heb je nog wat te zeggen, broodje, voordat de video gaat starten? Nee. Het is een intense sessie en we hebben het weer gesuperset, zoals we dat hadden afgesproken. Dus eerst negatief en dan normale sessie, maar wat heavier, achter elkaar. Dus het is een training met weinig rusttijd, veel zweten, maar wel een intense pomp. Dus kijk er even naar. Hey jongens, geniet. Veel plezier en love, man. Later. Pack deck. Gewoon 6 of 8 keer. Wat zwaar. Oké. Superset 1 voor borst. Oh my god. Op de 11. Donnie. Houd je focus. 1. Oké, man. Even op tempo. Knijpen. Juist. Oké, dat is hem. Ja, het gaat door. Ja, is dat. Oké, dat is wel. Set nummer 2. Pak ze met grips. Dat betekent dat het zwaarder gaan maken. Maar die grips heeft als functie dat je moet knijpen. Om een goede houvast te hebben. En doordat je knijpt, train je ook je onderarm gelijk mee. Dat zorgt ervoor dat je gewoon een betere grip krijgt op termijn. Zo bijvoorbeeld goed voor je deadlift. Mag gewoon zo, ronde 3. Ben je er klaar voor? Kom op. Maar ronde 3 nu, kom op. Oké, set nummer 3 van Omar. Kom op. Even volgen naar 50 of 50.
Oké, pompen nu, man. Pompen nu. Die laatste set, bro, wat gaat hem nu doen? Kom op. Deze ga je pakken, kom op, dit is je laatste. Dit is de laatste voor die chest. Pompen, kom op. Opgeblazen. Opgeblazen. Huh? Goed zo, jongen. 50? Ik denk dat 30. 30. Waarom heb ik deze niet gebruikt, jongens? Ik heb iets kleinere handen. En ik krijg heel veel pressie op mijn pols waarbij ik pijn heb. Dus vandaar dat ik het niet gebruik, maar ik ga het straks wel gebruiken voor arm. Ja, om even een nieuwe tattoo. Ja, ja, ja. Oh ja, een tattoo, ja. Jongens, geef mij een beetje geluk dan. 30, 30. 30, 30, paar. Ja, man. Laatste paar reps. Tering. Stuk. Nou, niet normaal, man. Tering, wat nu? Rug, hè? We gaan nu voor rug. We gaan weer twee oefeningen doen. Met elk vier reps. Close grip. Vier sets. Bedoel ik, vier sets. Van 6 tot 8 reps. We beginnen eerst met... deze, die pakken we negatief. Close grip. En dan gaan we voor die. Dan pakken we dan. Van optrekken ben je, want je pakt hem op zo. Dus je pakt een rijtje, pakt boven je rug, pak je ook dit gedeelte op. Voor je vleugels. Wat ben je net hier, jongen? Even wat schade. 60. Trek goed uit. Kom op. Je hebt alle tijd. Rek zo goed uit, die jongens. Kom op. Met er bijna, kom op. Wat je nu van een beetje voorpakt, voel je wat meer bij je vleugels. Okay. Voel je hem een beetje? Ja, deze voel ik vooraf voor. Nu? Bij je vleugel een beetje. Ja, hier. Oké, daar ga je maar.
Deze doen we in totaal 4 rondes. Ik ben al op de helft om, pak nu ronde 2. Terwijl we nog iets moeten doen. Dat is een voordeel van die compound oefening. Je pakt in principe één hoofdspiergroep en heb je nog een paar spieren bij die eigenlijk op dat moment niet de focus op legt. Dat komt echt door die negatief trainen. Kijk hoe we zweten, man. Ja. Hoe lang zijn we bezig? 28 minuten? Klopt. Het voordeel is ook, ik heb ook die sweet sweat cramp gespeeld. Voor mijn borst en voor mijn armen. Waar krijg je die trouwens? Sweet sweat cramp? Ja, sweet sweat cramp. Het is een cramp. Het smeer je lichaam. Dan ga je heel veel van zweten. Ik heb het gekocht bij Santella Exclusive. Oké. Okay. Dat ga ik je normaal. Met de laatste set voor. Deze pak je extra, kom op. Laatste paar reps, man. Zo klaar met rug. Schouders op. Ook dezelfde vorm in de superset. Maar nu met 3 setjes in plaats van 4. Maar nu in plaats van 6 en 8 herhalingen met de 4 sets. We doen nu 3 keer 10 tot 12 herhalingen. Wat voor oefening is dit? Is gewoon shoulder press en... Shoulder press en die Arnold van Don Doris. Arnold achter iets, hè? Die gewoon... Ja. Oké, okay, man. Ga dat voor. Deze doen we negatief. En die andere gewoon op tempo. Oké, okay, we beginnen met de eerste set. Doe 3 sets op de dag. Alle tijd, kom op. Kom op. Waarom die schouder toch op? Kom op. Goeie opwarming, kom op. Volgende oefening, wacht op je. Dumbbells. 1. 2. 3.
Kom op. 4. 5. 6. 7. 8. Nog 2, kom op. 9. Donnie, nog 1. Lekker. Goeie opwarming hier. Goed zomer. Oké. Push. Vandaag. Ik heb net een nieuwe tattoo gezet, dus ik kan die armblaster niet gebruiken die hij heeft vandaag. Want dat gaat uitrekken. Maar dit is die massa maken, jongen. Dit laat ervoor zorgen dat die aders pompen uit die bicep, jongen. Dus gewoon ze gaan ervoor, man. Zet 1, kom op. Rustig aan. Twee. Drie. Kom op. 4. 5, kom op. Ik weet, het brandt nu al. 6. 7, geen haast. Kom op, nog 3, man. 8, nog 2. Ik weet, het brandt kapot. 1. Ik wil nog 1 zien even. Iets. Op naar tempo zo, met grips. Kom maar, laat me zien. 1. 2. Stoort, ja man. 3. 4. 5. 6. Kom op. 7. Squeeze. Kom op. Kom op, bro. Kom op. 9.
Neef, kom op. Donnie, andere analyse, nog één. Ets! Pompen. Ja. Zes komt. Zes. Zeven. Acht. Kom. Negen. En tien. Juist. Twee. Drie. Vier. Rustig. Zes, kom op. Zeven, alle tijd. Acht, kom op, neef. Negen, laatste wil ik zien. Iets. Eén. Twee, brand kapot, kom op. Drie. Vier. Vijf, brand kapot, kom op. Kom op. Je bent er bijna, kom op. Et. Tot je niet meer kan. Nu groeien, nu groeien. Ai ja. Tricep, jongen. Squeeze omhoog. Juist.
Kom op. Dus kom op. 1. 1. 2. 3. 4. Kom op. 5. Alles. 6. 7. Kom op. 8. 9. 1. Kom op. Trek de tempo. Ja? Ah! Oh, 10 op 10, man. Ja, ik heb je zin. Allemaal gebruik direct voor zijn axels. Jezus! Leuk. Nog even volle etza. Ja. Ik kan me niet afleiden hoor, wat is er? Oh. En dan mag ik het ook? Ja, maar dan kan je je lastig klappen. Alweer? Ja, alweer. Vervelende gozer, die met de oranje shirt. Ja, niet normaal, ja, man. Wacht maar, jongen. Ja, kom op. Hey. Nog één vallen. Hey. Kerst. Jezus. Oh, mijn hele arm trilt gewoon. Oh. Hoi. Door. Waar denk jij aan wanneer je traint? Gewoon wanneer je echt die moeilijke set hebt, wat denk je aan om door te gaan? Ik heb een vrouwtje. Hey, je vrouwtje? Serieus? Geen kracht. En mijn kids. Ja, hè? Dat is die stukje extra kracht, of niet? Het is een beetje sjuur wat je op je reis gooit. Weet je dat? Dat is zomaar, oké. Kom op. Oké. 1. 3. Alle tijd. 4, kom op. Kom op. 6. 7. 8. Kom op, ik zie een eitunnel hier. Kom op. Ets. Volgende. Denk je dat je er vanaf bent of wat? Kom op. Volgende arm. De clubs. Echt knijpen nu ook. 1. 2. 3. Squeeze omhoog. Kom op. Sorry, zo squeeze wil ik niet. 9, kom op. 1 volle. 1. Je bent er vanaf, kom op. Doe je best. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, kom op. 9. Laat mijn flesje aan, jongen. Wat even mijn fles, man. Ik heb altijd deze fles gehad. Nu kom jij met die fles. Je hebt altijd die fles. Ik heb het nooit gehad. Nee. Hij is net nieuw. Je wilt me gewoon nadoen. Ja, man. Je hebt gelijk, man. Je wilt me gewoon nadoen. Ja, man. Je hebt gelijk, man. Welke kleur onderbroek heb je aan? Wat zeg je? Welke kleur onderbroek heb je aan? Nee. Oh.
grappig. Kom maar. Stop hier. Nee. 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 Nee